Ik sprak van de week een meneer en die zegt van ja, ik vind die Maarten van Rossum toch zo afschuwelijk. Maar nu ben ik naar die podcast gaan luisteren. En nu vind ik hem ontzettend sympathiek. Ik heb een heel ander beeld van hem gekregen. Oh, nou ja, misschien moeten dan meer mensen naar de podcast gaan luisteren dan toch al het geval is. Hij zegt van ik bij de televisie en in andere uitingen, dan wordt het helemaal geframed. Maar ik hoor nu veel meer kanten van hem. Dus toen dacht ik, nou dat klopt ja, denk ik wel ergens wel. Ja, natuurlijk noodzakelijkerwijs is het zo. Dat zeker in de talkshow natuurlijk in heel beperkte mate dingen aan de orde komen. Even nog afgezien van de talloze beloftes die je daar gedaan worden over ruim aan het woord komen, die tenslotte niet worden nagekomen. Wat je ook vaak nogal chagrijnig stemt ter plekke, dat begrijp je. Ja. Nou, ik heb je dat toch wel eens verteld van Balkenende, dat die, als je die van de televisie alleen maar kent, denk je, oh, is een stuntelig figuur. Maar als je hem in het echt ziet, dan zie je een 360 nee, graden. We hebben het over gehad, over Balkenende. Ja. En op dat congres waar die was, denk ik ook, maakte die een competent en geestige indruk. Ja. Ken je nog meer mensen waar dat van is, dat je als je ze ziet in de pers en je ziet ze in het ja, echt? Ja, zeker. Ja, dat komt eigenlijk betrekkelijk veel voor. Je hebt namelijk mensen die je heel sympathiek vindt op het scherm, maar die in de werkelijkheid minder sympathiek zijn. Of zwijgzaam of somber gestemd. En dan heb je mensen die je op het scherm altijd als afschuwelijk hebt beschouwd. En die blijken in de praktijk hele aardige en beminnelijke personen te zijn. Dries van Acht, om maar een praktisch voorbeeld te geven. Niet dat ik die nou tientallen malen ontmoet heb, maar 2 of 3 keer en... Nou ja, bovendien is het iemand die zijn moedertaal op een beschaafde en interessante wijze gebruikt. Wiegel, ook een goed voorbeeld. Vond je die juist leuk of niet leuk? Ja, aardig. Gewoon aardig. En Wiegel en Van Acht vond ik aardig, moet je je voorstellen. En die komen op het scherm voor ook wel leuk uit. Voor een enigszins links georiënteerd iemand na het kabinet Wiegel Van Acht. Van Acht Wiegel, sorry. Niet waar, waar ik van griezelde. Als het op de tv kwam, bovendien was het ook een waardeloos kabinet overigens tussen haakjes. Maar het zijn allebei hele prettige mensen in de omgang. Ja, maar er kan een verschil natuurlijk zitten of je het politiek met iemand eens bent of dat je iemand aardig zonder vindt. Zonder meer, maar goed, ik was het ook verder politiek nog steeds niet eens met Wiegel of Van Acht. Maar nou, Van Acht is natuurlijk enorm naar links afgezwaaid nadat hij van zijn verantwoordelijkheden beroofd was. Over zijn klassiek patroon natuurlijk, zoals je weet. Hij is bij het CDA ook weggelopen, toch? Ja, ik dacht het wel. Ja, je hebt natuurlijk allerlei mensen die achteraf ja, ineens het duidelijk werd dat ze bij de geheel verkeerde partij zaten. Denk aan Joris Voorhoeven, die de VVD achter zich heeft gelaten. Wat je ook wel een beetje begrijpt als je... Nou ja, dat zat natuurlijk ook die hele kwestie van Srebrenica zat daar natuurlijk ook tussen. Maar ja, dus je ziet dit verschil. Ik zou zeggen dat een beeld op het scherm toch heel iets anders is dan een beeld wat je krijgt door een gesprek, een normale situatie in het dagelijks leven. Ja.